Nog 899 dagen. Dan is het 30 november 2019. Mark Rutte telt de dagen af. 30 november 2019. De dag dat de tweede termijn van EU-president Donald Tusk afloopt. De dag dat Mark Rutte hem wil opvolgen en eindelijk wil gaan oogsten voor jarenlange heulen met Juncker en Merkel. Het jarenlange afknijpen van werkend Nederland met crisisverergerende lastenverzwaringen. Het jarenlange draaien en konkelen om het de EU-bazen maar zoveel mogelijk naar de zin te maken. 30 november 2019. Mark Rutte moet nog 2,5 jaar zien te overbruggen voordat hij zijn volgende carrière-stap kan maken. Na het wekenlange absurdistische theaterstuk met Jesse Klaver en GroenLinks dreigt het nu te gaan uitdraaien op het ultieme kartelkabinet tussen het motorblok en een gedecimeerde PvdA. Oprechte complimenten overigens voor Lodewijk Asscher. Hij speelt het hard-to-get-spel in deze formatie tot nu toe feilloos. Net zolang tot het haperende motorblok smeekt om een kabinet met de PvdA. Natuurlijk! Dan kan ook Jeroen Dijsselbloem immers zijn karwei afmaken als voorzitter van de Eurogroep. Er zijn nog vele Nederlandse miljarden die nog niet aan de EU zijn overgemaakt. En de subsidiekraan voor Zuid-Europese eurolanden moet natuurlijk wel open blijven staan. Ook de uitmergeling van onze pensioenspaarpot door het kunstmatig lage rentebeleid van de ECB moet nog wel een aantal jaren doorgaan om de uitzichtloze euro in stand te houden. Een kartelkabinet. Het is de perfecte oplossing voor de persoonlijke carrières en de persoonlijke ambities van Rutte en Dijsselbloem. Dit treurig doorzichtige theater kan nog worden doorbroken. De belangen en ook de uitgebrachte stemmen van de Nederlandse bevolking kunnen nog worden gediend. Allereerst kan dat door een kenniskabinet, zoals Forum voor Democratie nu meermaals heeft voorgesteld. Maar als men daar echt niet aan wil, stop dan toch met dat kinderachtige uitsluiten van de PVV. Nederland wil dat de massamigratie nu stopt. Zelfs verstokte GroenLinks-stemmers schrijven dat vandaag in de Volkskrant. Als VVD en CDA dit probleem, het immigratieprobleem, het grootste probleem van onze tijd en het grootste probleem waar onze kinderen mee worden opgezadeld, echt niet willen aanpakken, heb dan het lef om nieuwe verkiezingen uit te schrijven, zodat de kiezer de geschonden verkiezingsbeloftes kan afstraffen en kan afrekenen met het partijkartel. Forum voor Democratie stelt dus voor. Optie 1. Vorm een kenniskabinet met de beste mensen uit de praktijk, waarbij de Kamer langs wisselende meerderheden de grote lijnen uitzet. Wil men dat niet, kies dan voor optie 2. Een kabinet met de PVV en eventueel met ons, met de FVD. Wil men ook dat niet, wees dan eerlijk en schrijf nieuwe verkiezingen uit, zodat de kiezer op basis van de geleerde lessen opnieuw zijn stem kan laten gelden. Uiteraard dienen bij deze verkiezingen, en dat menen wij heel serieus, de stemmen wel goed geteld te worden. In tegenstelling tot de onaanvaardbare praktijken van 15 maart, die nu naar boven komen, waarbij vele duizenden stemmen verdwenen, en wellicht is dit nog maar het topje van de ijsberg. Omdat de kiesraad blijkbaar niet in staat is om een correct verloop van de verkiezingen te waarborgen, zal Forum voor Democratie bij deze nieuwe verkiezingen dan ook haar meer dan 10.000 leden oproepen om overal in het land het tellen van de stemmen bij te wonen. Dank u wel. Dank u wel.